van het eerste kind. Wie zij was, weet zij als de allerbeste. Want ze was erbij toen ze alles proef, hoorde. Ze werd geboren vanuit de grond van de gedachte, hoorde. Ze werd geboren vanuit de grond van de gedachte, gekregen die de vader nog niet kende. Ze was het kind van iedereen, zonder dat iedereen haar hoefde te kennen. Een verzameling van eenzaamheid die ons bij elkaar brengt om haar te herkennen. Soms kijk ik over het water en wacht tot ze thuis komt. Maar ze is er al, want de laatste traan die ik wegdrink is van hetzelfde water die mij thuis brengt. Ik slaap. Wow. Ooit was Tony Scott, of zoals hij in werkelijkheid heet, Peter van den Bos, een wereldster. Hij scoorde in 1989 een internationale hit met The Chief, een hiphopnummer van Nederlandse bodem. Tony Scott was in feite de eerste Nederlandse rapper. En dat voor een jongen van 16. Geboren in Suriname, met roots in het Indiaanse Bernardsdorf. Maar het succes duurde kort. Na een paar hits en tournees door Europa en Amerika verdween zijn naam uit de hitlijsten. Tegenwoordig is de inmiddels 36-jarige Tony Scott muziekleraar op een middelbare school. Nu is hij even terug in Suriname, voor vakantie, bezinning, maar vooral ook om zijn Indiaanse roots verder uit te diepen. Als dichter, poet, maar ook nog altijd als rapartiest. Ze noemen het vakantie, ontspanning, vrije tijd. Ja, tijdens vakantie ontdek je eigenlijk waar je echt bent. Suriname natuurlijk. Ik ben begonnen in 88 als rapartiest. En het heeft internationaal mogen zijn. Een radio jingle die heeft mij eigenlijk mijn carrière bezorgd. Een radio jingle die ik voor mijn broer heb gemaakt. En dat kwam 11 uur voorbij. En de platenmaatschappij heeft dat gehoord. En ik zocht op dat moment een rapper. En ze vonden mijn stem heel interessant. En in 89 kwam The Chief uit. Met Dead Sound Living. En The Chief is eigenlijk het bekendste geworden. Terwijl het de B-kant was van Dead Sound Living. Big Sunday! Toen begon het succes echt. Toeren in Portugal. Terug in Nederland. Toeren in Nederland. En dan weer naar Amerika. Wauw, Amerika waar de rapmuziek vandaan komt. En dan sta je dan als Surinaamse Nederlander die eigenlijk Indiaan is. Naar Nederland is gegaan. In Amsterdam is opgegroeid sinds zijn derde jaar. En dat ik dan in New York ergens in een tent in een hele grote club was, de Palladium. En ik kom binnen en de Chief begint. En ik hoor die Indie PI die in het intro zit, hoor ik. Het is een heel snelle wereld waar binnen een hele korte periode je succes moet uitbuiten. Maar goed, er zijn een aantal spelers omheen die je begeleiden en op handen dragen. En je ook overal binnenbrengen, want ze kennen de juiste deuren. Als de hits uitblijven en niet meer en je naam niet meer in de lijsten staat, dan denk je van, wat gebeurt er? En, ik voelde me onrustig op een gegeven moment. Het komt niet meer. Want de periode ben ik ook niet heel blij geweest meer met mezelf. Laat die streven, je kan jezelf kwijtraken of ja. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere.
Zijn ze het minst in aantal en hebben ze vergeleken bij de andere groeperingen nauwelijks sociaal-economische en politieke macht. Ik ben als dorp is waar mijn moeder vandaan komt. En mijn moeder is vanuit haar familie. Komt oorspronkelijk van Cornelis Kondrik. Dus ik ga ben als dorp in denken aan mijn opa, mijn oma. Dit was het laatste huis rechts. Pero, ¿qué te puedo decir?
ik hier loop, voel ik heel veel oude bekendheid eigenlijk. En dat heb ik niet over bekendheid van mij als artiest. Maar ja, het voelt heel bekend voor mij. Een soort van dat je een schouder voelt. Van hier kan ik rusten en mijn verdriet kwijt. Tijdens zijn vakantie vindt ook het Summer Jam Festival 2007 plaats in het Flamboyant Park in Paramaribo. Een groep Nederlandse artiesten, waaronder de toprappers Lange Frans en Baas B, treden op. Hoewel Tony op vakantie is, voegt hij zich toch bij de groep om samen met hen op te treden. En doet hij voor een uitzinnige menigte Surinamers nog één keer zijn wereldhit, The Chief. Een man die alle deuren heeft opengemaakt voor alle rap- en hip-hop artiesten. Make some noise! The way you wanna happen, in this right way, here's a chance to get it. What's up, it's still do not know what's bringing it. Next, what I do is just now, since we're killing it. Red skin, in fact, I ain't believing in my brain and bold skin. Like, maybe happy, you take it. But in the end, who's bringing this? Wasn't us to do what it tells us. It's on my dog, and you misunderstand it. Please get my brother, and just like all the others, you and me, all human beings with different skin colors. So what? Make when you're white, a yellow, a black. Remember one thing, you'll be proud of that. I'm a red skin. Maybe you know it's Tony, but you can also call me. Come on, 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 yeah, come on, come on. Tony Scott is natuurlijk als MC en hip-hop uit Nederland een van de grondleggers. De basis die hij en zijn tijdgenoten daar hebben neergelegd, dat is de fundering van ons allen. Iedereen die vandaag de dag zijn ding kan doen. En waarom het nu zo groot is en waarom het nu zo glimt allemaal en waarom het nu zo veel kan ineens. Dat is deels door het harde werk van mensen als Tony Scott. Het is allemaal leuk. Een beetje dansen en showtime en throw your hands in the air, wave your hands in the air. Maar dat blijft er niet bij. Je moet jezelf in de hele massa blijven herkennen. Welke boom van jou is. En, dat is soms moeilijk. Soms moeilijk. Maar het is ook heel mooi om het te mogen ervaren. Ik slaap en word wakker in haar schoot. En herinner mij de droom waarmee ze mij de weg wijst. Ik zie het haar is zwart. Ik zie het haar is zwart. En het glans van de baarde van haar eigen massage. Het is stil als ik mijn ogen sluit en de boodschap aanbid. Ik aanbid zonder als ik mijn ogen sluit. En alles wat ik van me afzet is de last van het pak dat niet van mij is. Als zij van mij is, dan is alles van haar. Ook dus de grond waarop we lopen, waardoor we komen tot elkaar. Meter voor meter tot het de laatste meter het uitspreekt. En het laatste kind voorstel aan de geboorte van het eerste kind.